Nogmaals, even u wint het. Blijf zitten waar je zit, dat bedoel je niet.
is het Beatledorp Blokker. Luisteraars, goedenavond. 2.500 Beatle-fans waren vanmiddag in de Veilinghal op hoop van zegen hier in het Noord-Hollandse plaatsje Blokker bijeen om te luisteren en te kijken en vooral niet te vergeten te gillen voor de Beatles. U hebt ongetwijfeld gehoord van de waanzinnige taferelen die zich hebben afgespeeld tijdens de rondvaart vanmorgen door de Amsterdamse grachten. Ik moet u zeggen, zover is het hier nog niet gekomen, met de klemtoon op nog. Want de verwachting is, wanneer er vanavond 7.000 van deze hysterische fans bijeen zijn, het enorm moeilijk zal zijn voor de organisatoren om deze massa in bedwang te houden. Vanmiddag om 1 uur waren de fans al in Blokker aangekomen met brommer, scooter, bus of fiets. Compleet in spijkerbroeken, leren vesten en allerlei andere Beatle-hemden, pruiken, hoeden, jurken, sokken en gaat u zomaar doei. Wat de Beatles nog nooit in hun roemrijke carrière hebben gezien, was een halfgevulde zaal. Waaruit u echter niet mag concluderen dat organisator Ben Essing en zijn festivalstichting een financiële strop hebben gehaald. Integendeel. Voor Ben Essing was de zaal wel uitverkocht. Want Radio Veronica, die muziekzender ergens op zee, had alle 7.000 plaatsen voor de zaal al weken geleden opgekocht, in de veronderstelling dat zij deze via reclamespots in hun uitzendingen wel kwijt zouden raken. Vanochtend echter vertelde een Veronica-medewerker mij dat er maar 1.045 kaarten waren verkocht. En de resterende 1.500 kaarten zijn vanmiddag hier aan de kassa's in Blokker verkocht. Radio reclame schijnt zelfs niet geschikt te zijn om eigen artikelen, in dit geval plaatsbewijzen, aan te prijzen. Maar de 2.500 fans waren ruim voldoende om de Beatles orkaanachtig te verwelkomen. De microfoons van radio, televisie en filmluisteraars zijn enkele ogenblikken voor het optreden van de Beatles van het toneel weggehaald. Dit in opdracht van de assistent-manager van de Beatles, die voor elke microfoon 5.000 gulden, dat is een 5 met maar liefst 3 nullen erachter, eiste. Een en ander was overigens goed afgesproken met de assistent-manager, maar hij zei business is business, iedere microfoon 5.000 gulden of anders weg. Ja, de Beatles zelf hebben ook niets te vertellen. Het zijn aardige jongens die alleen maar mogen knikken en zingen en de rest wordt gedaan door die manager. Siska Peters bijvoorbeeld wilde graag een fotoplaatje laten maken met de Beatles. De Beatles gingen ermee akkoord, maar de manager zei nee. Misschien dacht hij, misschien zit hij ook weer 1.000 gulden in. De showbusiness, dames en heren, is hard. Het is weer rustig geworden in Blokker. Over enkele uren zal het jee weer losbreken. En voor een reportage daarvan hoop ik u om 10 minuten voor 11:30 bij u terug te komen. Vanuit het inmiddels weer tot rust gekomen Beatledorp Blokker, terug naar de studio in Hilversum.